kijken naar inderdaad 2018. Voorzichtig optimisme is het absoluut wel een beetje het credo. Volgens de meesten stijgt de AEX, maar wel minder hard dan vorig jaar, dan in 2017. En dan verwachten velen dat de economische groei iets zal afzwakken, blijkt uit een enquête van RTLZ. 40% van de beleggers die op onze enquête heeft gereageerd, rekent erop dat de AEX op het eind van 2018 tussen de 575 en 650 punten staat. Nou, een iets kleinere groep, 32%, gaat ervan uit dat de AEX nauwelijks van zijn plaats komt en dus blijft steken tussen de 500 en de 575 punten. En dan is er ook nog een groep van in totaal 16%. Die rekent op een flinke correctie en verwacht ook dat de AEX eind van dit jaar onder de 500 punten staat. Gaan we even terug naar Jacob. Je hebt natuurlijk meegekeken, meegeluisterd. Waar zit jij? Wat denk je? Nou ja, eigenlijk is die groep van 40% is een behoorlijk veilige bandbreedte. Dat is tussen de 5% en 19%. Nou ja, het gemiddelde van de AEX ligt op 9% sinds 1984. Er komt natuurlijk altijd nog dividend bij. Vorig jaar pakten we 13% plus nog 4% dividend. Maar ja, vorig jaar was absoluut een bovengemiddeld jaar. Nou ja, uit deze enquête blijkt een gemiddeld jaar. Ja, een correctie wordt nauwelijks voorspeld. Ik ben iets voorzichtiger. Maar ja, met 575 punten, de start van die bandbreedte, hebben we ook al 5,5% te pakken. Dus nou ja, het ziet er wel in ieder geval, als je kijkt naar de zorgenlijstjes, de risico's die we zien dit jaar, dan is dat lijstje redelijk mager. Dus misschien dat het inderdaad weer een aardig jaar wordt, maar vast niet zo mooi als vorig jaar. Nee, dat was echt een topjaar inderdaad. Gaan we eens even kijken naar de Bitcoin, want er zijn ook beleggers die daar heel positief over zijn. Maar ook minder positief. Een forse groep toch wel, 29% van de ondervraagden gaat ervan uit dat het Bitcoin onder de $2500 terecht gaat komen. Er zijn dus ook optimisten, 21%, een iets kleinere groep gaat uit van een aanhoudend sterk oplopende koers. En de verwachtingen van de andere mensen uiteraard zitten er dus een beetje tussenin. Jacob, moeten we iets met die Bitcoin of is dat misschien verstandig? Nou, dit verrast me eigenlijk nog wel. Ik had eigenlijk verwacht dat er een grotere groep negatief zou zijn. Toch zie je hier dat er zelfs nog een best wel aardige groep verwacht dat die stijgt. Dus dat verrast me enorm. Een van de weinige dingen waar ik wel... Kijk, dit is koffiedik kijken, hè? Laten we dat duidelijk zijn. Maar een van de dingen waar ik het meest zeker over ben, of waar ik het meest op zou durven inzetten in ieder geval, is dat die Bitcoin onderuit gaat. Dus het verbaast me dat die geënquêteerden toch nog redelijk mild zijn over deze hype. Ja, want jij denkt inderdaad het wordt een duikvlucht? Ja. Nou ja, het is natuurlijk enorm exponentieel gestegen. Ja, dit heeft echt alle kenmerken van een klassieke bubbel die zelfs de tulpenmanie uit de 17e eeuw overtreft. Dus het zou mij verbazen als ik hier volgend jaar weer de beurs open. Ja. En dat we de opening doen en dat die Bitcoin dan nog boven de 10.000 zou staan. Dat zou mij echt verbazen. Dat gaan we uiteraard even in de gaten houden. Leuk. Goed, even dan over de economische groei. Want daar hebben we ook wat over gevraagd in deze enquête. Daar is een verdeeld beeld toch wel naar buiten gekomen. Zo'n 23% van de geënquêteerden verwacht dat de groei nog sterker aantrekt dan het Centraal Planbureau heeft voorspeld. Daarmee zou de groei dan uitkomen boven de 3,1%. De grootste groep beleggers is wel wat voorzichtiger. Die gaat uit van een minder sterke groei. Belangrijkste redenen die ze daarvoor geven zijn nieuwe politieke onzekerheden in Europa. Ja, dat zit misschien een beetje in jouw lijn, denk ik, of niet? Nou, eigenlijk de beurs die gaat als eerste klapt om. Hè. Dat zie je ook vaak niet aankomen. Maar die economie zie je daardoor wel aankomen, want die reageert een jaar later. Ja, dus het momentum hebben we te pakken. En zolang de beurs niet naar beneden gaat, heel hard, geen correctie vertoont, kun je ervan uitgaan dat die economie wel even doordendert, zeker de huizenmarkt. En het verbaast me eigenlijk dat politieke onzekerheid hier op nummer 1 staat als risico. Want dat is 2017. Ja, nou, je hebt een Brexit bijvoorbeeld. Ja, maar dat was weer nog een jaar daarvoor. Ja, dat was 2016. In Italië ook nog inderdaad. Nou ja, vorig jaar hadden we natuurlijk die verkiezingen in Duitsland vooral, waar we heel erg zorgen om maakten. Dat was het jaar van de politieke onzekerheid. En dat is dit jaar is die agenda, die verkiezingsagenda, behoorlijk leeg. Dus het verrast mij dat die politieke onzekerheid als risico aankomt. Ik denk meer eigenlijk, het heeft zo lang geduurd al. Hè. We hebben op een na langste bear market op de aandelenmarkt. De Amerikaanse economie groeit al 7 jaar, behoorlijk hard. Op een gegeven moment loopt dat momentum eruit. Er treedt een bepaalde vermoeidheid op. Gaan de lonen bijvoorbeeld omhoog, waardoor de inflatie roet in het eten gooit. Dus ik denk dat we eerder daar zorgen om zouden moeten maken. Maar in ieder geval zie je bij die Bitcoin en de aandelenmarkt dat men toch redelijk optimistisch is. En dat valt het op dat men nog pessimistischer dan het CBS durft te zijn. Dus het verbaast mij wel in ieder geval. Ja, leuk. Nou ja, dan is er genoeg stof om over door te praten. Dat is sowieso altijd leuk. Jacob, dank voor dit moment. Spreek je uiteraard later weer.